Moeders, we hebben ze allemaal. De ene is blond, de ander is donkerblond en de ander heeft geen benen. Maar wat we allemaal gemeen hebben, is dat de moeder de persoon is in ons leven die er altijd voor je zegt. Yo mensen, what's up? Ik ben Kelvin. Ik noem mezelf ook wel eens Calvin, want ja, weet je, dat is mijn alter ego. Oh ja, oh, hippe termen man. Oeh, nice. Nice. Ik ben wederom actief op de YouTube om jou eventjes een lesje te leren over het leven. En dat is mooi! Zo hè! Koud hè! Zo! Ik word steeds beter in stemmetjes. Top. Ik ben echt trots op mezelf. Kelvin, lekker gedaan. Vandaag ga ik het oprecht hebben over die persoon waar ik het de hele tijd al over heb, namelijk mijn moeder. Niet zozeer mijn moeder, maar alle moeders in het hele universum. Naa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 a
Hele rare line, Nessie. Dat was heel vreemd dat je dat zei. What? Weet je, ik kan er heel erg omheen gaan lullen. En ik kan ook wel zeggen dat ik deze video maak uit een soort van eerbetoon richting mijn bloedeigen moeder. Maar dat is helemaal niet waar. Ik zag gewoon dat een aantal video's heten alle mannen en alle vrouwen doen dit. Fantastisch lekker liepen. Jullie vonden het heel erg leuk. Dus dacht ik, maak een nieuwe variant over moeders. So, hey, ik ben gewoon eerlijk met jullie. Ik ben gewoon eerlijk. Eerlijkheid is het belangrijkste in het leven. Wees gewoon eens een keer eerlijk met elkaar. Welkom bij de video Alle Moeders Doen Dit. Veel plezier. What's happening? Moeders, letterlijk alle moeders doen dit. Ik heb altijd zoiets van, joh, moeders, wanneer kappen jullie hier eens een keer mee, maar ze blijven maar doorgaan. Ik heb het over het baren van een kind. Top, door naar de volgende. What's happening? Hoe kan het dat moeders het voor elkaar krijgen om op WhatsApp, zeg maar, wat daaronder staat, normaal gesproken staat daar online of offline of laatst gezien dan en dan, om zeg maar voor altijd op typen te staan. Gewoon altijd staat er aan het typen. Standaard. Ik weet niet hoe ze het doen. Ze hebben een soort instelling op hun telefoon waardoor ze altijd aan het typen zijn. Moeders typen. Altijd. Altijd. Okay. Het is niet alleen mijn moeder. Ik heb eventjes rondgevraagd aan de kids in de buurt van, weet je, hoe lang typt jouw moeder op WhatsApp? En dan zeggen ze, yo, luister vriend, mijn moeder is 3 jaar geleden begonnen en ze is nog steeds aan het typen en ze heeft nog steeds niets gestuurd. Hoe moeilijk is het om een aantal letters achter elkaar in te klikken, om vervolgens op versturen te klikken en om dan zeg maar je telefoon te vergrendelen om te wachten totdat een persoon eens een keer reageert. Het is niet moeilijk. Wat heb je? Als we het nou toch over WhatsApp hebben. Wat? Kelvin, ga je wel goed? Nee. Ik word dan heel nerveus als je dat zo'n mooie vrouw naar me kijkt. Hello ladies. Als je nou een man bent, spijt me. Je bent ook een mooi man. Pak een goede pik. Oh, zei ik dat? Man. Oh ja, taalgebruik van je moeder op WhatsApp. Kijk, uit alle mensen in je hele WhatsApp-lijst is je moeder de enige die met ok mag antwoorden. Ik heb nog iets moois. Ik was vanavond met mijn moeder aan het appen. Echt? En dat ging als volgt. Ik ga straks verhuizen en de ouders van mijn vriendin helpen ook mee met verhuizen. En ik vroeg aan mijn moeder van, yo, wil jij ook meehelpen? Waarop zij zegt, kan ik misschien met Hans en Janke meerijden? Dat zijn de ouders van Nina. Waarop ik zeg, ja, dat moet wel kunnen, denk ik. Ik vraag het even na. Waarop mijn moeder letterlijk zegt, en je moet je voorstellen, ik zat gewoon op de bank met zo'n telefoon. En in één keer zie ik in beeld staan, ik wacht. En ik had echt zoiets van, man, wat bedoel je nou? Ik verstuur dat bericht om 1937. Jij zegt, ik wacht op 1938. Normale mensen zouden zeggen, hey joh, is goed, laat me weten. Maar je moeder zegt letterlijk, ik wacht. Punt. Alle moeders die dit kijken, die bedenken ook van, hé, wat is er nou eigenlijk mis mee? Je hart staat stil als dat gebeurt. Als je zo'n bericht krijgt, ik wacht, punt. Hoezo? Wat heb ik fout gedaan? What the fuck is dit? Oh man, wauw. Nog meer taalgebruik, en dit vind ik fantastisch. Moeders gebruiken altijd zeg maar opsommend taalgebruik. Als je vraagt, hey mam, hoe is het op vakantie of iets dergelijks? Dan antwoorden ze letterlijk gewoon altijd een opsomming. Gewoon in stappen. Gewoon echt 1, 2, 3, 4, 5, bam, klaar. Dan is het echt altijd van, dag lieverd, heel lekker hier. Goed eten, mooi weer, fijne stranden, heerlijk hier. Het is raar. What's happening? Oké, genoeg over telefoontjes. En moeders leven voornamelijk ook in de echte wereld. Mensen die mij kijken, die leven 99% van hun tijd in hun telefoon. Dus ik snap dat ze niet weten dat hier buiten nog echt een wereld is. Maar mensen, ik kan je vertellen, buiten je telefoon, jongen, er is een wereld met bomen en dieren, eten en zo. Dus kijk eens een keer om je heen. Het is echt fantastisch. Wat je in die echte wereld ook hebt, zijn supermarkten. En supermarkten zijn in principe prima plekken. Weet je, supermarkt is best wel relaxed. Gewoon kun je fucking vreten halen. Fucking nice. Maar hoe kan het toch? Dat altijd als je met je moeder in de supermarkt bent, dat je op in één keer je moeder kwijt bent. En dat je dan elk gangpad checkt en dan staat ze zeg maar daarop bij één schap, staat ze te praten met een andere vrouw, die ze dan zeg maar al een jaar niet meer heeft gezien of zo. En voor je het weet sta je een half uur in de winkel. Je staat letterlijk een half uur gewoon met een pak chocorepen in je hand, van ja, wat moet ik nou dan? Wat moet ik nou dan? Mam! Ik heb de hele supermarkt uit mijn hoofd kunnen leren, omdat mijn moeder degene was die gewoon een half uur ging praten met iemand. Trauma. Wat heb je?
Ik woon niet meer thuis, oké? Maar in de tijd dat je nog thuis woont, heb je altijd een keer dat moment gehad met je moeder waarop je zeg maar de volgende dialoog hebt. Zoon, doe je even je muziek wat zachter? Ik probeer niet te bellen. Nou, ik vind dat ik gewoon muziek wel hard mag hebben, hoor. Want het is ook mijn huis. Jouw huis? En betaal je ook een hypotheek dan? Betaal je ook de huur dan? Betaal je ook mee aan het eten? Betaal je ook mee aan de onderhoud van de radiator? Nee! Mam, besef heel even dat jij op een gegeven moment de keuze had om zeg maar mij te produceren. Jij had de keuze om een kind te maken. Dat heb je gedaan. Dus dan kun je met mij niet kwalijk nemen dat ik in je huis woon. En dat ik dan ook denk dat dat onderdeel van mij is. Het is zo vreemd eigenlijk. Je moeder kiest ervoor om je te produceren. En vervolgens word je op de wereld gezet. Ben je nog geen 18, dus zijn je ouders verplicht om voor je te zorgen. Dan brengen ze je onder in je huis. Dan geven ze je eten. Maar op het moment dat je eens een keer een discussie hebt, is het meteen van, hey, betaal je ook mee aan het eten? Nee, tuurlijk niet. Ik ben nog geen eens 18. What's happening? Hoe kan het toch dat moeders als een visite is? Je weet toch, je hebt gewoon die verjaardag, gewoon. Je hebt gewoon die verjaardag, man, bro. Je bent net 16 geworden, man. Je hebt al die familie over de vloer, man. Je hebt gewoon die kaas en die worst en alcohol en shit. Je hebt toch gewoon echt die lekkere dingetjes, ja, zeker. Ik veranderde gewoon 3 keer van accent in die zin. Hoezo is je moeder, zeg maar, nooit bij de visite? Hoezo is je moeder altijd de persoon die rondloopt en dingen doet en glazen pakt? Je moeder is er niet. Omdat ze alleen maar, zeg maar, bezig is met de visite. Eigenlijk is het heel positief. Dat betekent dat je moeder gewoon meelevend. Ze is gewoon aardig, ze houdt van een familie, dat ze wel een goede gastvrouw zijn. Maar zelfs gewoon tijdens kerst en zo, dat je dan denkt, mam, neem nou even een keer rust. En dan alsnog is het, nee. Moet er iemand nog wat drinken? Oh, jij hebt een half leeg glas, die neem ik even mee. Ik zie dat de kaas hier bijna op is. Oh, ik haal al even een nieuwe bij de supermarkt, hoor. Ik kom zo weer terug. Mam, chill gewoon even. Chill. Wat is happening? Dit is oprecht een vraag aan jullie. Is mijn moeder de enige die nooit een foto's wil? Dan is je moeder degene die zegt, oh ja, laten we een groepsfoto maken. Ja, dat is leuk. Ik weet trouwens niet waarom ik in één keer een Limburgse moeder heb, maar ik word steeds beter in stemmetjes. Oh ja, mam, kom ook lekker bij op de foto. Dan kan ome Henk hem even maken. Die is toch aangetrouwde familie en daar houdt toch niemand van. Dus is toch gehandicapt, boeien. Niks tegen gehandicapte mensen, oké? Oh nee hoor, ik maak wel gewoon de foto. Dat is niks, ik maak wel gewoon de foto. Wil jullie met elkaar allemaal staan? Ook ome Henk, je bent toch gehandicapt? Kom er maar bij. Nee, goed, ik wil niet op de foto. Je moeder wil nooit op de foto. Als je moeder ooit overlijdt, en ik hoop het niet, maar stel dat het gebeurt, dan denk je van, oh ja, laten we even al die familiefoto's in een album doen. Je moeder staat nergens op. Ik kan gewoon een fotoalbum maken van alle foto's die mama ooit heeft gemaakt. Wat is happening? Ook iets wat alle moeders doen, is zeg maar knopen naaien op shit. En het is geweldig. I fuck it, mom. If you're watching this, I love you for it. It's amazing. Het is zeg maar, als je een jas hebt met knopen, waar de knopen af zijn, dat je moeder dan degene is die zegt, kom maar even hier al met die jas. Ik heb nog wat knopen liggen. Waar halen jullie al die knopen vandaan? Ik heb het gevoel alsof er een soort van ondergrondse centrale is, waar alle moeders eens in de week naartoe gaan om hun knopen op te halen, om daar ook knopen te verwisselen en zo. Van, joh, ik heb heel veel van deze. Doe even deze. Ja, dan nemen ze allemaal knopen mee terug en dan kunnen ze als hun zoontjes een keer zeggen, oh ja, ik heb een kapotte jas. Dan kunnen ze meteen zeggen, ah, ik heb nog wel een knoop. Ik heb precies die, is heel goed. Wat is happening? Je hebt moeders die geen telefoon hebben. Je hebt moeders die wel een telefoon hebben. Je hebt alle soorten moeders. Maar uiteindelijk hebben we allemaal wel eens een keer de situatie meegemaakt waarin je iets aan je moeder wil laten zien. Weet je, op je telefoon. Dus dan zeg je, kijk wat ome Henk, die gehandicapte, kijk wat hij me stuurt. En dat je moeder dan letterlijk gewoon je telefoon pakt. No, God, please, no, no. Gewoon, ze claimt hem gewoon. Dus ze zegt, laat even zien. Maar nee, mam, je hoeft hem niet per se te pakken. Ik kan hem ook gewoon, Laat me even zien. Oh, wat een leuke foto. Oh, wat heb je nog meer voor foto's? Oh, wat heb je nog meer voor... Oh, wat mooi, zeg je. Oh, wat heb... Oh, wat die... Oh. What's happening? Eigenlijk in het verlengde van die vorige ligt deze. Namelijk, als dan je moeder je telefoon heeft gejat, dan op een of andere manier wil ze overal op inzoomen. En ook echt zo, hè. Gewoon echt, hoezo werkt dit niet, schat? Hoezo kan ik hier niet op inzoomen? Mam, dat is zeg maar letterlijk mijn achtergrond. Maar zo'n mooie foto van je vriendin. Ah, oh, zo mooi. Maar ik wil gewoon even, oh, inzoomen. Even, oh, wat, ik, waarom kan dit niet? What's happening? Een plek waar een telefoon niet gebruikt mag worden is de auto. Je mag je telefoon niet gebruiken tijdens het rijden. Dus wat doen moeders dan? Dan zetten ze de radio aan en dan zetten ze hem op Sky Radio. Dat is zeg maar die zender die alleen chill is tijdens kerst. En dan komen er liedjes op Sky Radio die je moeder helemaal kent. Mam, zou je alsjeblieft willen stoppen? Ik probeer me even te concentreren, want ik probeer zeg maar een proefwerk uit mijn hoofd te leren hier ook. Oké, schat, is goed. En dan doen en dan zeg je nou, mama, 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 mama,
komen ook voor in groepen. Dat is vaak op verjaardagen, tijdens feestjes of wat dan ook. Het gevaar is, er kan een orkaan ontstaan in een cirkel van moeders. En dat is dat als één moeder zegt, of één vrouw in de groep zegt van, oké, ik wil eventjes iets zeggen, ik ben zwanger. Nou, jongen, ik weet niet of je wel eens een keer hebt meegemaakt, maar ze is ziek. Er ontstaat een orkaan van moeders die alleen maar één ding kunnen zeggen en dat is... Als je een verjaardag hebt en er zijn cadeaus. Iets van kerst of zo of Sinterklaas. En dat je moeder een cadeau krijgt. Maar in plaats van dat je, zeg maar, je moeder het pak papier dan afhaalt. Zo van dan afscheurt. Zegt ze: ja, ik heb even een mesje gehaald. Ik ga heel even dit pakketje heel netjes opensnijden. Want ik vind pakpapier zo mooi. En dan kan ik dat een andere keer weer gebruiken. You just ruined the holiday. What's happening? Dit herkennen we allemaal. Als je nog thuis woont, kom je altijd op de situatie terecht. Waarin je eens een keer in je kamer zit te chillen. En in één keer zegt je moeder: Of jouw naam. Jouw naam! En dan is het echt zo van: A, waarom schreeuw je? En B, als je zegt ja, zeggen ze niks terug. En dan verwachten ze dus dat je naam de reden voor jou gaat zijn. Uit je battlefield te gaan. Om vervolgens naar de keuken te gaan, omdat je moeder daar is. En dan verwachten ze dat je naar de toe komt om dan te zeggen: mam, wat is er? En vervolgens, als je niet naar de toe komt, dan schreeuwt ze gewoon je naam weer. En dan zeggen ze: ja, wat? En dan zeggen ze: kom! Je kan gewoon naar mij toe komen, mam. Wat is er nu? Deze gewoonte van moeders hoef ik niet eens uit te leggen. Ik kan hem gewoon uitbeelden. Oké, ik kan het gewoon doen. Dan weet je precies wat ik bedoel. Komt-ie. Ja. Wat heb je hier zitten, schat? Wat is dit? Wat is dit nou? Wat is dit voor viezigheid? Oh, mijn god. Wat is dit nou? Hou je gezicht eens een keer schoon, zeg. Wat is er nu? Ik ga nu alvast vragen of je gaat abonneren op mijn kanaal, want ik hou van je, dat je naar deze video kijkt. En like even de video. Ja, waarschijnlijk ben ik de enige die dit heel grappig vindt. Mannen hebben een geslachtsdeel. Dat is de penis. Dat is je pik, kan noemen wat je wil. Maar moeders gebruiken een term die gewoon niemand gebruikt. Alleen moeders gebruiken die term. Piemel. Ik heb al 100 jaar het woord piemel niet meer gebruikt, ouwe. Hoe kan het dat als je moeder zegt, ja, vergeet niet je piemel te wassen. Het is 2017, het woord piemel moet uit het woordenboek. Top. Ik hou van je, man. Doei.